de Champions League. Voor sommigen is dat hard werken, voorbereiden, reizen, ermee bezig zijn. En anderen zetten hun zonnebrilletje op. Zijn ze dat altijd? Die vind je smiddags in Montmartre. J'ai ton dette. Quand je l'ai vu commencer, je dis ça va encore être un truc. Ouais. Dag allemaal, welkom bij Terugvlucht. Laatste aflevering van het seizoen, want zometeen gaan we hier live vanuit de Pix Plus Sports Studio en we gaan praten over de finale natuurlijk, hè, met Wesley Sonck, met Wim de Koning, die is hier wel nog niet, en met Frankie van der Elst. En we gaan vooral ook de avonturen volgen van onze commentatoren in Parijs, dat zijn Peter van der Bent en Gert Verheij, maar ook onze Waalse collega's. C'est que comme c'était la première finale de Vincenzo et moi, même si c'était pas une grande finale, pour nous c'était notre finale. Seulement à nous deux. On donne à personne d'autre. On garde tout ça. C'était le meilleur match de la saison. Voilà. Exactement. Het is jammer dat de enige finale die ooit zullen commentariëren een non-finale was. Twee kuifjes in de hele tijd. Zaten te zeggen, een beetje pijnlijk. We verstaan dat wel. Geen A-match van pas gekregen. Casemiro, een bal voor Valverde. Sprintje van Carvajal geeft steun aan de rechterkant. Valverde, hier! En dat is buitenspel of niet? Nee! Een ringgetrapt door Vinicius. 1-0 voor Real. Voetje van Arnold. Die wel in heel die aanval geen aandacht heeft voor Vinicius. Alleen maar naar de bal aan het kijken is. Heb ik het gezegd of niet? Voilà, dat is moeilijk. Ik kan niet verdedigen. He? Maar toch verdedigt hij niet goed. Een echte bak. Kijk toch een keer. Even dienen. Schop dienen nog weg. Loop kijk, door. Kijk toch een keer. Hij loopt door. Hij weet dat. Hij weet dat. Maar je weet toch dat hij er is. Sorry, vooraf gezegd. Ja, sleutelduel. Vinicius Arnold. En ik heb maar op zo even in de Engelse kranten de koppen gelezen. Dus ja, die krijgt er wel van langs natuurlijk. Want hij had één keer niet opgelet. Niet verdedigd op Vinicius. Niet scherp genoeg. En voilà. Prijzen. Mooi, dat is goed. Ik zou zeggen, Madrid heeft gebracht, voetbal gebracht, op een spelen gebracht op de lange gewend. En Liverpool was voor mij nog groot. Misschien niet de hand gewerkt hoor. Gert, maar, ook maar, ja, ik heb maar de neiging om te denken dat de stress in een finale toch altijd te groot is om het beste voetbal te laten zien. Daar hebben die toch allemaal last van, om de beste spelers en de beste. Alleen Courtois was ontspannen. Die was ontspannen. Arnold en de save van Courtois. Wow. Oké. Okay. Hij deed mij onmiddellijk denken aan Iker Casillas in 2002. Toen. Wat? Ja, ik had al lachen dat je dat zo weet. Ja. Kun je dat nu weten? Want toen kopte Mark. Iker Casillas in 2002 gepakt heeft. Kun je dat nu weten? Ja, omdat ik erbij was. Ja, dat is erg. Dat is toen Marca kopte de dag nadien. La Copa de Iker. De angst aan jagen of beangstigen dat iemand iets vertelt van 20 jaar geleden. Iker Casillas a tweeté hier en disant: ça faisait très longtemps que j'avais plus vu un gardien aussi déterminant dans une finale. En hij heeft gezegd: dat is zeker 20 jaar geleden, zei hij. Allee, dribbel, dit is een schietkans. En Thibaut Courtois duwt hem tegen de paal. Oh, hij pakt hem! Hij pakt hem! Salah. Oh, weer de parade van Courtois. Hey. Voorzet in de tweede zone. Jota komt hem terug. Daar is Salah. Nee. Courtois er weer tussen. Alweer Thibaut Courtois. Ik heb niet de indruk dat hij vandaag iets wil laten passeren. Nee. Oh, mooie aanname van Salah. Salah. En weer de parade van Courtois. Ja. Hij is echt wel El Muro. Kijk eens hoe ze om zijn nek springen. Salah dacht, deze gaat er nu in en daar nog de ultieme reflex van Thibaut Courtois. Wordt zijn finale. Goh. Niet te geloven. Zijn biceps meer pat. Ja. De binnenkant van zijn elleboog. Dus bij alle keepers binnen. De kroon op zijn carrière. Niet alleen gewonnen, maar er zelf voor gezorgd. Want Real is een tweemansploeg. De karikatuur van de
Benzema en Courtois. En in de finale is alleen Courtois overgebleven. Mm. C'est vrai qu'il a dégoûté les attaquants de Liverpool. Il a tout arrêté. Et avec toutes les parties de son corps, l'arrêt qui sort là, met l'avant-bras. Et die toch een beetje erover nadenken. Wat moeten ze doen om het Real moeilijk te maken? Hoog tempo proberen. Die zitten peut-être un peu fatigués, non? Ja, misschien wel. Dat hebben ze niet gekund. Maar ja. En toch, individueel, ja, toch niet het niveau van anderen. Wat is uw mening daarover? En ook wel zo het laatste stukje genialiteit. Dus het is van 81 geleden hier in Parijs dat de Real nog eens in de finale bij de landskamp heeft verloren. Ja. Dat is toch alleszins 8 finales gespeeld nu en alle 8 gewonnen. Nice. Dus ze verliezen niet. Je vais te dire quelque chose. Je disais à Vincenzo hier, même Klopp était beaucoup plus calme que d'habitude. Comme s'il savait qu'il allait perdre le match. Klopp, wil ik nog zeggen. Moi, j'ai senti ça. Als je in uw training naar de finale van de Champions League komt met uw klak op, dan verdiende de beker. Je sais bien, mais. Zelfs wij hadden een vest aan. Wij, toch Vlaamse boerkjes. Jelle staat er altijd bij. Zelfs wij hadden een vest aan. Een hemd en een vest. Voor de finale. Voor de finale. Bah, Ancelotti, c'est un grand respect, hein. Un énorme respect quand même. Tout le monde pensait qu'il était has-been, qu'il ne pouvait plus jamais rien gagner. C'est un prototype de anti-trainer, qui en vergelijking met de moderne nieuwlichters, de laptop-generatie van de Gé te gebruiken. De Duitse school, zo, energiek, plannen per Guardiola, 20, 25 systemen. Links, inverted fullback, point. Ancelotti staat er een beetje te staan, zo langs de lijn. Spelers fluisteren, zoals hij zei, is genoeg. Ja, het is vooral de persoonlijkheid. Zo, die vergelijken met al die druk te maken, langs de lijn, is dat een soort verademing eigenlijk. En puis la gestion des hommes derrière les joueurs. Maar ook wel dat in combinatie met winnen natuurlijk. Hè, want als je verliest, is dat ook het eerste wat ze van u zeggen van alleen je staat daar maar. Quand on parle de ce groupe-là, j'ai lu l'anecdote hier soir avant d'aller dormir. C'est Modric, Kroos et le troisième qui jouaient aux cartes avant la finale. Peut-être Casemiro. Ouais. Et Casemiro qui jouait aux cartes avant la finale de Ligue des Champions. C'est quand même. Sebastian dit avant le match, moi je pouvais pas dormir et eux ils jouaient aux cartes Casemiro, Kroos et Modric. C'est vrai que c'est. En ja, de Champions League, voor sommigen is dat hard werken, voorbereiden, reizen, ermee bezig zijn. En anderen zetten hun zonnebrilletje op. Dat al weet. Ik vind je smiddags in Montmartre. J'attendais, quand je l'ai vu commencer, je dis, ça va encore être un truc. La bonne ambiance, voilà. On peut couper maintenant. Allez. De Champions League zit erop, Wesley, Frankie. De pronostiek heeft voor veel sfeer gezorgd, hè? Ja, absoluut. Maar spijtig geen happy end voor ons. Ik vind het eigenlijk een beetje onwaarschijnlijk hoe wij hier vanavond geviseerd zijn geweest. Ja. We werden hier beticht van leedvermaak in het begin van Duitsland. Maar dat was ook helemaal wie de bal kaart kan hem terugverwachten. Ja, dat was want helemaal niet de kaart. Ja. Geen Liverpool dus als eindwinnaar van de Champions League, maar er waren heel wat fantastische momenten dit seizoen. Wim, je hebt bijvoorbeeld de moeilijkste vlucht van je leven beleefd tussen België en Engeland, denk ik. Ja. Ik heb liters zweet gelaten en ook liters kots, om het zo maar eens te zeggen. En Frankie van der Elst heeft er zelfs een nieuw gebit voor over, hè? Frankie, jij hebt slechte ervaringen met harde koeken. Zingen, Frankie, heb je ook gedaan. Ja. Wes, we sluiten af bij jou. Ijsschilder. Ja, vroeger. Dat is zo. Chester! Nee. Dat is niet waar. Je hebt niet betaald, hè? Geen terugvlucht voor ons vandaag, wel een terugrit, maar is nog een glaasje champagne. Salut!